In 1991 won Ineke Iperlaan met Brandenburg de landstitel. Een jaar later volgde de Europa Cup 1. Vervolgens liet ze het waterpolo voor wat het was en stortte zich op het gezinsleven. Op haar 44ste begint ze samen met haar oude teamgenoten aan haar tweede waterpololeven in de hoofdklasse. En dit alles door een totale leegloop bij haar oude club. Eigenlijk begon het als een grap. Van nou, dan moeten wij er maar weer in. En pas toen de jeugd internationals zeiden van ja, maar dat kan toch wel? Waarom gaan jullie niet weer trainen? Kunnen jullie niet met ons meedoen? Toen zijn we het serieus gaan overwegen en hebben elkaar eens goed aangekeken en gezegd wil jij, wil jij, wil jij? En toen hebben we gezegd we gaan het doen. We zaten eigenlijk natuurlijk aan het eind van het jaar in een grote crisis. Fusie die mislukte. En dan zit er eigenlijk niks anders op dan de oudjes, noemen wij, terug te vragen. Want zonder de zogeheten oudjes waren ook de laatste talenten voor de club verloren gegaan. Nu is er weer een brug naar de toekomst. Ik vind het gewoon geweldig dat ze dit nog gewoon kunnen doen en willen doen voor ons, gewoon voor de club. Je moet hier alleen maar respect voor hebben. En dat je niet wint, dat wisten we ook van tevoren. Het kan alleen maar beter gaan, toch? Het kan alleen maar beter gaan, ja hoor, ja, ja, ja. En hoe voel je je nu? Lichtelijk vermoeid. Ja. Brandenburg verloor met 12-4 van GZC Donk. Maar de Bilthovense dames laten zich niet uit het veld slaan. Ik kan soms wel tegenvallen, maar ik heb er geen spijt van. Ik vind, joh, we zijn er nog niet. Ik wil nog weer doortrainen. Ik wil nog weer dat het beter gaat. We weten weer hoe het gaat. We weten weer hoe fysiek het is. Dus gaan we ook wat te doen. Ja,